wil bij jullie zijn. In New York, dan ben jij. Anders hebben wij gewoon 10 verjaardagen per jaar. Lemonade. Nou, we zijn de meeste jongens. Leuk dat jullie kijken naar onze vlog van vandaag. En ik heb gewerkt vanochtend en Eline heeft mij ook even geholpen. Hè? Hartstikke goed. En we hebben nou koeken meegenomen, dus we gaan lekker koeken eten. Ja, eigenlijk had ik bedacht gisteren, dan zullen we geen koeken eten. Dus we hadden gisteren koeken, maar we hebben extra koeken dat gehad. Koeken? Ja, stiekem koeken. Ja, er waren nieuwe gebakjes en die waren er veel over. Dus papa had koeken meegenomen. Die moest je even testen. Vanmiddag hebben we een feestje van mijn vader. Ja. Die wordt 71. Ja. Daar gaan we naartoe met z'n allen. Ja. En die andere, die meisjes zijn een beetje spelen. Merel is ook nog werken. Die werkt veel deze week. Want er zijn heel veel aan vakantie. En Junior die is ook al aan het kleuren. Samen met Madelief. Jij hebt al mooi gekleurd, of Madelief? En dan gaan we lekker even aan de koeken. Kijk maar, ik weet wat het is. Ja, ik ook. We hebben ze samen uitgezocht. De cupcake is omgevallen. Mag ik deze? Oh, Junior die ziet ook. Oké. Okay. Kijk. Pak jij die dan maar. Dan neem ik wel. Welke wil jij? Nee, ik wil deze. Welke wil Junior? Hij wil de A bij. Ja. Oké, deze. Welke wil Junior? Kies maar uit. Vijf bordjes. Ja. Eline is via een bordje pakken. Hij heeft net schone kleren aan, hè? Ja. Mm-hmm. Oh, hij past er helemaal in. Pas op met je kleren dan. Met je nou, kleren dit is aan, de mama. Eerste arbeidtaart. Oh, nee. Mama, dit is de eerste arbeidtaart. Ja. Dat weet ik niet, heeft hij misschien al wel vaker op. Dat zijn hele grote vorken. Ja, dat maakt niet uit, die kleine. En welke afstand heeft hij al? Mandeliefje. Wat wil jij? Ik heb er geen. Oké. Okay. Oh, Stan heb al. Oh. Wel een? Heb jij nog een bordje? Ja. Welke wil je? Die? Ik. Hier. En voor onze cameravrouw. Oeh. Net in bad geweest. Ik neem gewoon een slagroompuntje. Eigenlijk zijn het geen koeken, maar eigenlijk zijn het gebakjes. Dus het is gebakjesdag. En het is ook een koekendag. Ja. Papa, nu moet je eigenlijk die koekendag. Koekendag. Cheryl, welke wil jij? Ja. Koekendag. Ik heb gisteren nog, dat vind ik zonde om daar vandaag nog te eten. Smakelijk eten! Het regent vandaag en we zijn allemaal een beetje aan het vervelen. Bij elkaar, in de bank. Nee. Mama, weet je we wachten, we gaan zo naar oma. Staat een 4. Ik ga zo zeggen. Ja, daar zijn 4. Kijk, als er zulke streepjes zijn, zie je er nog 2? Is het klaar. Daar, nog 2. Moet ik nog naar 1 en dan hier. En dan moet ik nog naar de 4 en dan hier. En dan ben ik klaar en dan ga ik naar de 5. Moet je dan een ander kleurtje? Nee, ik heb ze allemaal bij dezelfde kleur gedaan. Oh. En wat gaat het dan worden? Weet je dat al? Ja, het wordt dit. Oh ja. Een zwaard. Met zo, als je de andere dezelfde kleuren doet, is het toch niet zo heel leuk? Of? Maakt hij niet uit. Ja, wil je toch geen koffie doen als je het aan het Vijf,
Oh, Junior! Mama, weet je wat hij deed? Stappen, of niet? Ja. Ja. Hij wil bij jullie zijn. Junior, daar ben jij. Super knap kindje ben jij, hè? Ja, hij lijkt op jullie dus. Met een nul. En nu? Is mijn ding al klaar? Is hij af? En ga je nou weer een andere maken? Ja. En doe je dan wel verschillende kleurtjes of niet? Ja. Ja? Dan ga ik de... Ik vind die diamant... Ja, die diamant vind ik mooi. Wat had je al gedaan dan? Ja, die heb ik al gedaan. Die? Ja. Oké. Deze heb ik allemaal al een beetje gekleurd hier. Oké. Toen net waren. Mama, ik kan hier weg. Oh, die jurk. Kan dat? Nee, die kan niet. Oh. Weet je waarom? Als er een hartje of een, zo'n blokje bij staat, dan kan hij niet. Maar het staat gewoon bij nieuw. Oh. Kan wel. Ga ik dit? Maar het duurt wel heel lang. Nou, dan kan je me straks meenemen naar oma. Een shirt meenemen. Hé, hey, dat ding. En doe je het randje, moet je dan... kijk, het randje, de één moet je zwart doen. Oh, hier staan al kleurtjes bij, ja. En dan kan je zo ook nog andere kleuren doen. Oh, zo, ja. En ik ga hem donkerblauw doen. Eerst blauw. Kijk, dan ga ik hem weg doen, want ik ben klaar. Staat iedereen klaar om te gaan, hè, jongens? Nee. En meisjes? Floor, heb jij zo je schoenen aan? Ja. Nout, jij schoenen aan? Kom, Stan, schoenen aan. Eline, schoenen aan. Oh, ja. Maar lief, heb jij schoenen al aan? Nou, kom, schoenen aan. Ik kan ook in de wandel. Voor opa, je hebt een heel leuk dingetje op school nog gemaakt, hè? Ja. Lees die eens voor, laat die eens zien. Die zit nog in de verpakking. Oh, kan je die voorlezen, of niet? Nee. Er zit een touwtje omheen. Kijk maar uit je hoofd. Kun je hem al wel voorlezen? Nee, dat kan nog niet. Dus misschien kan je hem eruit schuiven, maar hij zit er vastgeplakt. Zullen we het straks anders bij opa even filmen? Hè? Ben je klaar? Mama, is mijn haar goed uit de kammen? Jawel. Kom maar eventjes, ik ben toch aan het kammen. Nou, Merel, moet je even haar kammen. Staan hier nog werkschoenen, Lien? Oh ja. Kamerschoenen. Allemaal even komen, ja. Stan, kom, dan gaan we allemaal naar de auto. Nee, Junior vindt de vuilnisbak heel leuk. Ja, we gaan nu weg. Ja, we gaan. Kom, allemaal komen. Weet wel, Junior gaat als eerst. Oh, en er zat net iets... We zijn bij opa en oma. Oh. Merel heeft nog lekker bonbonnetjes gehaald voor opa. We hebben lekker ijs bij, horentjes. Junior is net in slaap gevallen. Dus we zetten even de kinderwagen. Niet doen, daar gaan de hoortjes van kapot. Oh ja. Als je ermee schudt. Je zit nou heel op een knopje, ik hoor de auto. We hebben ook een cadeautje bij voor de neefjes en nichtjes. Die mogen we zo meteen geven. Zit daar hier een cadeautje? Nee, die heb ik. Heb je een cadeautje? Ja. Ook voor ons. Kijk. Mag ik je uitdelen? Dankjewel. Nee, ik wil ook een paar. Wij gaan, wij hebben niet altijd tijd om langs alle verjaardagen te gaan. Dus doen we één keer per jaar alle neven en nichtjes een ijsbonnenkaart geven van de... IJsselon. Wij gaan nooit naar een verjaardag. Ja, heel soms. Maar als het wat uitkomt. Ook is, wij vieren ook nooit geen verjaardagen eigenlijk voor de kinderen. Maar jij kan het misschien voorlezen. Nee, anders, ja, jullie kinderfeestje hebben jullie. Maar anders hebben wij gewoon 10 verjaardagen per jaar. Is die zwaar? Doe maar samen met Eline dan. We doen ook echte verjaardagen hoor. Ja, we doen onze verjaardagen wel. Maar niet uitgebreid. Gaat dat lukken zo? Ja. Moet ik die bonnen terugnemen of gaat dat zo lukken? Nee, dat oké. Wie gaat de bonnen uitdelen? Ik. Ik wil er ook.
Daar gaan ze. Opa heeft een vrij grote tuin met allemaal appelbomen en perenbomen en hier zijn allemaal neefjes en ze zijn pruimen aan het plukken, maar ik kom even controleren. Oh, nou, redelijk. Die rode, dat zijn de beste, hè? Ja. Mm-hmm. Zijn ze lekker? Weet ik niet. Heb je al geproefd? Nee. Lekker, hè? Ja. Moet je die mooie rode pakken? Jullie hebben de goede geplukt, jongens. Deze? Die is aan de lichte moet kant. Moet het nog helemaal gewassen worden? Nee hoor, dat hoeft niet. Ja. Maar daar hangen best wel pruimen in. Papa, deze. Ja, nu maar proeven. Ja, proef maar. Echt heel lekker. Gewoon super verse pruim uit de boom. Lekker, hè? Ja, jongens, en wie is jullie liefste oom? Ome Pieter. Ome Pieter. Oh, nou, dankjewel. Normaal zeg je altijd ome Jan. Ja, vroeger. Oh, vroeger. Niet meer? Ja, nog wel een beetje. Oh, gelukkig. Ja, wij hebben een merel en mijn broertje die heeft een mees. En dit is mees. Mees Nagelkerken. Ja. Ja. Hij is Philip van Dijk. Dat is Philip van Dijk, die is van mijn zusje. Is er maar één pruimenboom? Nee, die en die. Maar daar hangt niet zoveel aan. Ja, die is beter. Ja. Ah, daar hangt de mooie, die moet ik hebben. Oh ja, hier hangt een mooie. Die daar. Ja. Deze? Bedoel je het ook of niet? Maar. Nah. Die daar. Ik heb geen nodig. Waar dan? Oh, hier zo. Hier. Hierboven. Ja. Hier, hele mooie. Goed gezien. Kan je erbij? Tuurlijk. Ik kom er ook eentje uit. Dan waren er twee. Nog één. Die moet er niet mee gooien, en hout in de emmer. Hoeveel abonnees hebben we? Ik denk er al jaren. Hoeveel abonnees hebben we? We hebben ongeveer 37.000 abonnees. Zit je daarmee op te scheppen? Eh. Moet je aan de mensen vragen, oh doe alsjeblieft abonneren, dat is gewoon gratis. Want we willen nog meer abonnees. Ja, weer 100.000. Ja, dat zou wel heel stoer zijn, hè? Ja, dat is een mooie. Goeie! Lekker, hè? Hier, deze appels zijn ook al goed volgens mij. Ja, oh lekker, appelflukken. Ja, jongens. Kleine appeltjes die goed zijn. Moet je hem hierheen rijden? Ik kan niet mee. Nee, wacht. Maar nee, ik moet nog één plukken. Nee, wacht. Nee, niet rijden. Oh ja, ik zie hem. Oh, niet rijden. Rustig. Hier is er nog één. Ja. Ik heb deze. Papa, wil je maar rustig? Jij maar even vloggen? Oké. Okay. Dan wil ik er ook nog plukken. Jullie hebben het tak afgebroken, hè? Ja. Nee, jij. Nee. Ik kan het. Kijk maar! Geef maar. Er zitten nog een paar dingen aan! Nou, wat een mooie. Oh, waar zag ik ze nou? Ja. Papa, kan je niet. Zo, jij kan goed vloggen. Aan de kant, we gaan erop. Daar is er ook nog een mooie. Niet zo dichtbij zo. Nou, kan er ook niet bij zo. Daar is een mooie. Hier, heel hoog. Een hele rode daar. Als ik op je nek ga. Oh, daar. Wil je even vloggen? Dat gaat nou op mijn nek. Ja. Nou. Denk je dat je er dan bij kan? We hopen het. Nee.
We kunnen de stijgen nog hoger zetten zo. Dan doen, dan doen we de dingen zo. Oh, je kan ook zo. Kijk. Nee, papa. We kunnen de stijgen onder en dan wordt die hoger. Jo, dat wisten we nog niet. Voor één pruim. Eén pruim. Hier. Ja, dat is leuk. Die eet ik nu al. Kijk hier, dit is een hele mooie. Kijk eens. De kaartjes van de vogel. Zie je hem zijn gezicht? Ogen. Goed gevlogd, jongens. Alsjeblieft, hè, jongen. Kom, we gaan het ding wat hoger zetten. Kunnen we nog meer erbij? Ja, we moeten dit ding even. Oké, pak even een appeltje. Als iemand even daar appeltje. Vast, veel plezier. Doei. Doei. Dat is leuk. Doei. Houdoe. Eline is er aan het regelen. Jullie staan allemaal in de rij voor een ijsje. Ja. Lukt het met zo'n knijper? Ja. Die is echt heel lekker. Dankjewel. Wie heeft de ijs gemaakt? Jij. En wie is jullie liefste oom? Oom Pieter. En je krijgt geen ijs meer. Maar het is wel heel lekker. Hey, Roosendaal, zei jij gisteren nog? Oom Jan. Wel. En jij ook? Niemand. Oh, en jullie zeggen ook altijd oom Jan. Toch? Ja, als het om ijs gaat, ja. Wie is jouw liefste oom? Oom Jan. Met ijs oom Jan. Meest is jouw liefste oom? Ja. Yes. Jij. Meest. Jij. Dat is echt niet juist. Mijn liefste oom is oom Pieter. Ja, ik ben jouw oom. Jouw vader. Mijn allerliefste vader is papa. Makkelijker. Papa, welke smaak zijn er? Lemon. Lemon pie en vanille. Lemon merengue. Lemon merengue pie. Wat is dat, merengue? Hoe heet dat smaakje in de ijssalon, Eline? Lemon merengue. Oh, lemon merengue. Merengue. Chai pie. Lemon merengue pie. Wat is eigenlijk lemon? Dat is een citroen met schuim. Daar. Dat is echt lekker. Mag ik zo? Mag ik nou een paar? Jongen, ik wil twee broodjes. Vanille? Ja, die lemon pie is lekker, hoor. Maar hij staat ook niet in de rij. Ik sta ook in de rij, je moet achter mij aansluiten. Jij mag wel voor mij. Voor lang zal ze leven. In de frituur. Oh, dat wordt smullen. Dat is het beste. En hoe lang heb je erover gedaan om deze loempia's te maken? Ik heb er net 45 gemaakt, want opa is vandaag jaar en ik vind loempia's keilekker. Dus volgens mij 2 uurtjes. Vakmanschap, daar gaan ze. Oh, kijk ermee in de frituur. Kijk, lekker pruttelen. Ik schudde altijd. En hoe lang gaan ze er dan in, Oosjaan? Ze zijn nu nog nooit, dus ongeveer 3 à 4 minuutjes. Dat is een mooi goud eruit, zeg ik. Kijk. Het is laat. En Madelief is nog wakker. Ze zijn net van de bingo. Ja, en Junior is een beetje ziekjes in één keer. Hij is warm. Kan je aan zijn wang wel zien, denk ik. En hij zit te mopperen. En het gaat hem niet lekker. Ja, het is vanmiddag al, hè? Zo'n stilletje. Ja.
vanmiddag was je ook stil. Ja. Stan zit gezellig bij ons op de bank. Wij zitten. Nee, jij komt net thuis, mannenlief. Ik kan je wel zeggen, ik ook. Maar jij loopt rond. Je bent naar de bingo geweest. Heb je wat gewonnen? Nee, helemaal niks. Die waren met 4 naar de bingo? Nee, 3. 4. Merel, Madelief, Floor en Guusje. Oh, dat zijn. Weet je, ik weet hoeveel 2 plus 2 is. En? 4. Zo. Heel goed. Dat is echt heel goed. Dat is best moeilijk. Nee. Wel. En waar zitten wij te kijken, Stan? Amerika. Nee, God Talent the Champions. God Talent the Champions. En dat vinden we best leuk, hè? We hebben net lekker kaarsje. Ja. Oh, ze zijn al afgelopen. We hebben een lekker kaasplankje op. Hun twee. En een lekker rood wijntje. Ja, er waren 2 dansers bezig en die zijn nu afgelopen. Maar we hebben het geluid even uitstaan. En we gaan zo slapen. Madelief gaat zo slapen. Eline loopt hier ook rond in haar onderbroek. Dus die ken je op de vlog. Merel is standaard poetsen volgens mij. Nee, Guusje. Oh, Guusje. Merel ligt al in bed. Wat gaan we morgen doen? Morgen hebben we avifauna. Daar heb ik echt heel veel zin in. Programma staan. Nee, je bent het enige kind dat er echt heel veel zin in heeft. Ja, maar ik heb ook zin in. Vogels. Mama ook. Ja, even kijken hoe mijn juniortje gaat. Mama, papa. Nou, we zijn de meeste jongens. Nou zitten er 3 jongens en 1 meisje. En als jij erbij komt, twee meisjes. Dan moet je erbij komen. We zien jou niet. Kun je mee afsluiten? Oké, mag ik alleen? En jij mag gewoon afsluiten. Nee, ik kom mee. Bedankt voor het kijken naar de vlog van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we weer. Doe maar een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal. En vergeet niet op het belletje te klikken. Houdoe!